Het is vandaag zaterdag. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik heb vandaag samen met Blondie les. En het is echt heel lekker weer, dus ik doe mijn jas uit. Want het is van min 15 naar 16, 17, 18 graden gegaan. Dus het is warm. Vandaag gaan we ook in de buitenbak rijden, omdat het zo lekker warm is. Ja, en ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Want ik was ook wel een beetje klaar met de kou. Dus nu weer lekker warmte. Ik ga even poetsen en opzadelen. En dan ben ik klaar voor de les. Dan pak ik nog even mijn handschoenen en dan ga ik alvast inrijden. Recht houden, twee teugels. Zo, ja. Daar. Dus vraag wel die mondhoeken de goede kant op, hè? Zo, je mag best je ringvinger daar een keer aanhouden en dan met je been aanvullen, hè? Zo, ja. En dat je dan hier minder knijpt. En als het iets omhoog komt, dan knijp je weer die ringvinger een keer dicht. Dat je kunt voorkomen dat het omhoog komt. Kom, been geven. Been geven. Zo, ja, daar. En dat opvangen in je zit. Been geven, je ringvinger weer een keer dichtknijpen. Ja, twee teugels. Zo, ja, en voelen. Waar wordt ze in haar lichaam scheef, daar blijf je met je been tegenaan rijden. Twee teugels, zo, daar. Blijf rijden. Blijf rijden. Dus niet meteen losgooien als ze nageeft, hè. Kom, ja, dat kan nog meer, hoor. Zo, ja, daar. En opvangen in je zit. Kom, ze zit niet op te letten. Zo, ja. Twee teugels. Daar, opvang in je zit. Goed zo. En weer. Oh, is het half daar strak? Hou ik je ringvinger aan. Geeft niks. Geeft niks. Rijd er naartoe met je been. Zo, ja. Ja, die achterbenen, die moeten het werk doen. En zelfs terwijl jij een keer gas geeft en je dus voelt dat het eigenlijk alleen maar harder gaat, kun jij met je been eraan een keer langzamer licht rijden. Zo, ja. Op je linkerbeugel steunen. Heel goed. En dan rij je zo weer rechtuit. Goed zo. Daar, ja. Wel de reactie aan je been. Goed zo. Zitten en je lijf ontspant. Zo, op je linkerbeugel steunen. Op je linkerbeugel. Om je linkerbeen. Ja, draai maar weer door. Goed, twee teugels. Maak die gelijke druk en rijd daar naartoe met je been. Maar wel de reactie aan je been krijgen. Zo, rijd daar met je been naartoe. Ja, en als het niet naar je zin is. Zo, dan mag je best je ringvinger een keer wat strakker knijpen en daar met je been naartoe rijden. Dat je gewoon zegt, hallo vriendin, even. Zo, ja, daar. Heel goed. En dan kan je ringvinger gewoon weer 1 milligram minder hard knijpen. Goed, zitten. En voelen. Is ze om mijn rechterbeen of is ze tegen mijn rechterbeen? Is ze om mijn rechterbeen? Voel ik dat ze als een banaan is? Of voel ik dat ze... Nou ja, is ze als een banaan naar binnen of als een banaan naar buiten? Dat is belangrijk. Twee ringvingers, evenveel druk. Zo. Alsof dat bit één geheel is, hè? Dat je twee mondhoeken, twee oren naar beneden vraagt. Twee achterbenen naar voren rijdt. Goed zo. Ja, is er nog als een banaantje om je rechterbeen? Zo, Blondie en ik hebben net les gehad. Dan ga ik even naar Blondie toe. Blondie is een beetje bezweet. Kijk dan. Oh, vooral mijn zweet. Ik heb tussen de billen zweet. Tussen de billen geen zweet, maar ze heeft overal gezweet. En het is nog steeds heel erg lekker weer, dus daar zijn we heel erg blij mee. Dus ze heeft lekker aan het eten, ga ik ze in de stapmode zetten, Corona en Blondie. En dan ga ik zo verwoontje rijden. Ik heb ze ook een half uur op het bord staan en dan kan ik er daarna even gaan rijden. Zo, het is inmiddels een tijdje later. Ik heb Corona opgezadeld en ik ben nu haar hoofdstand aan het indoen. Ik moet alleen de teugels nog even vastmaken. Kan ik dit zo? Op, nee. Oeh. Oh,
je. Zonnetje schijnt. Ik heb net een rondje gereden. In het begin vond ik het best wel heel erg lastig, omdat ze best wel erg stijf is. Natuurlijk wat ouder, waardoor het rijden op haar een heel stuk lastiger is. Ik ben van de buitenbak naar de binnenbak gegaan, want het was hier plek. Dus ben ik hierheen gegaan. Toen ben ik hier gaan draven en galopperen. Eerst ging het goed, toen ging ik met ontspanning werken, maar daarna wou ik er aan de teugel proberen te krijgen met haar lichaam. Maar dat wou zij niet. Dus we hebben echt een discussie van een half uur lang gehad. Dat ze naar haar moest luisteren. Het is niet heel leuk om een discussie met haar aan te gaan. Omdat Vrona natuurlijk heel sterk is. En dan gaat ze aan één teugel aanhangen. En dat is best wel heel erg irritant. Omdat ik dan aan die teugel geen contact kan maken. Want dan maak ik contact met haar spiergroepen en al haar gewicht. Want ze zet haar volle gewicht op één stuk, waardoor ik eigenlijk niks meer kan. Dan moet ik eerst weer met ontspanning en weer pakken en weer ontspanning. Op een gegeven moment echt, ik werd er moe van. Op allebei de kanten was het best lastig, maar uiteindelijk heb ik er toch nog een soort van aan de teugel gekregen. En is het soort van goed gegaan, hè? Want het is vandaag... Ik moet even nadenken. Het is vandaag maandag. Ik ben samen met Blondie. Daan die gaat zo Blondie rijden en dat ga ik even filmen. Nou, het is maandag. Dat is mijn dag om Blondie te rijden. Dan kan ik echt eventjes goed voelen hoe is Blondie. Dat ik Blondie daar ook wat in kan leren. En dat ik dat natuurlijk daarna met Tessa samen weer kan oefenen. Zo, moet je wel net zo Arnoud gaan rennen, hè Tess? En is ze een beetje aan het zoeken of ze aan een van mijn teugels kan leunen. Ik blijf gewoon doorrijden. Ik wil echt dat ik die achterbenen kan activeren. Goed zo, meisje. Goed zo. Nou, daar ben ik. Dan vind ik het niet erg dat ze nog niet helemaal ontspant. Ik ga er mezelf niet aan. Ik ga er eigenlijk geen aandacht aan besteden. Ik blijf gewoon mijn ding doen. Ik ben constant heel goed aan het voelen. Wat doet zij in haar lijf? Waar wil ze leunen? Waar doet ze de schouders naartoe? Waar doet ze de achterhand naartoe? En ik wil eigenlijk exact het tegenovergestelde. Dat zij zo in haar lijf iets zoeken wat voor haar braaf meisje comfortabel is. En ik wil dan natuurlijk een beetje uit de comfortzone zoeken. Nee. Wachten. Goed zo. Goed zo, meisje. Nou, wat ik dan natuurlijk ook probeer, is af en toe gewoon even geen been meer geven. Kijken of ze dan door blijft lopen. Ik hou er dan wel tussen mijn kuiten. En dat ik mijn onderbeen eigenlijk alleen gebruik op het moment dat ik merk dat het tempo te ver terugkomt. Ik wil meteen hier weer even in de spiegel kijken of het nog recht was. Goed zo, meisje. Opletten dat ik niet te veel mee voorover ga zitten. Dat doe je makkelijk, hè, als je hals gaat strekken. Ho, dat je een beetje... Ho, Blondie. Ho. Zo, ja. Het is vandaag dinsdag en ik ben samen met Blondie. We hebben zo een fotoshoot rijdend en daarom ben ik even alvast aan het inrijden. Ik heb ook mijn mooie laarzen aan, mooie cap op. Blondie is gewassen
Dan zijn we er helemaal klaar voor. Moeten we alleen nog mijn vest uit. Maar het is een beetje koud anders. Het is aan het losrijden. En de fotograaf komt zo meteen, Louise. Die gaat even rijfoto's maken. En nog een aantal andere foto's voor Instagram. Superleuk. Het is even aan het losrijden. Net wilde het niet helemaal. Maar ja, dat heb je wel eens. Zeker als er druk op komt van een fotograaf. Met Blondie. In het begin hebben we lekker een beetje gekromd. Dat moet soms ook gebeuren. En Blondie was helemaal lief. Dus daar was ik wel blij mee. Ik heb nu les. Oh, ik besef dat ik mijn telefoon niet kan meenemen. Dus ik zie jullie zo weer als mijn moeder weer gaat filmen. Dus tot later. Zo, daar. Achterbenen naar voren. En je mag best aan de voorkant een keer zeggen: hé, vriendin. Even gewoon zoals ik het wil. Zo, ja. Als het maar niet heen en weer is, dan vind ik het niet erg. Zij moet dus leren dat als jij been aandrukt en je ringvinger dichtknijpt, dat zij daarop nageeft. Maar dat je niet onderweg denkt, oh nou ik moet een beetje friemelen, ik moet een beetje spelen. Ja, goed zo. Zo, en hou er wat aan over, hè. Dat je weet dat je er beter van bent geworden. Zo, ja. Heel goed. En voelen dat ze om je rechterbeen is. Om je rechterbeen. Goed, zitten, zitten, zitten om je rechterbeen. Zo, ja. Zo, ja. En alles wat je voelt, wat stijf wordt, eerst even voelen, was ze wel echt aan mijn been? Gebruikt ze wel echt haar lijf? Hou je elleboog soepel, dan mag je best een keer je ringvinger dichtknijpen, als die elleboog maar soepel blijft. Zo, totdat je je zin hebt, zonder dat je die neus heen en weer vraagt. Twee mondhoeken. Pak maar een heel klein beetje binnenhoefslag, Tess. Daar, ja, daar. Ga de discussie dan maar aan, hè. Denk niet onderweg, ik moet doorspelen, links of rechts. Deze moet gewoon aan twee benen, aan twee teugels. Moeilijker als dat willen we het niet maken. Heel goed. En mijn instructrice zegt altijd, je hebt zeg maar zoveel druk in je hand, alsof je een kleuter aan de hand hebt die moet leren lopen. Je houdt hem net niet stoomstevig vast, maar je laat hem ook niet los, want anders valt hij. Zo, dus je hebt echt wel druk. Zo. Zo, ja. Let op, dat je niet links steeds naar je toe doet. Dus je mag wel aanvragen met links, maar hou dat dan even. Als je hem ietsje ronder wil, blijf dan even vragen met je been eraan, totdat hij nageeft. Maar niet vragen en los. Zo, ja. Heel goed, heel goed. Zo, ja, en goed blijven voelen. Blijf er dicht bovenop zitten. Zo, ja. Blijf er twee teugels, twee teugels, twee teugels. Doe je rechterhand ietsje lager. Ja, want kijk, Tess, jouw handen die zitten zo. Dus jouw rechter teugel zit meer naar voren. En jouw linker teugel vraagt eigenlijk steeds een beetje die neus naar binnen. Rechterhand een beetje meer naast de schouder houden. Zo, lekker na het rijden even rollen. Wij gingen eerder weg. Nee, vertel maar opnieuw. Kom maar. Ik heb mijn springzaal vergeten. Ik heb een hele mooie wekker staan om 5 uur. En het is nu 5 uur en we waren al gegaan. En nu? Nu gaan we wachten tot ik 18 ben en dan stap ik zelf de auto in. Dus vandaag dan maar niet springen? Wil jij alsjeblieft rijden? Ik durf niet op Blondie, daar ben ik te zwaar voor. Nee, maar zo bedoel ik het niet. Wil jij mijn springzaal ophalen? En wat doe je dan als brave Bonnie-moeder? Zadel halen. En zo, inmiddels het zadel ligt hier achter me. En nu mag ik weer helemaal terug naar de Arkhoeven. Ik ben hier samen met Blondie. Blondie is vandaag in de knuffelbui. Super schattig, maar ik heb inmiddels nog maar een kwartier. Dan moet ik er wel op zitten. Dus na een half uur knuffelen is het weer eens tijd om... Maar ik moet er even gaan opzadelen. Ik heb alleen niet de kracht ervoor, omdat ik dit gewoon wil blijven doen. Ja! Maar nu ben ik alweer 2 minuten dit aan het doen. Dus ik ga even opzadelen en poetsen. Want dat moet ik allemaal nog doen. Heel slim van mij. Ik had eigenlijk dat eerder moeten doen, maar... Blondie helemaal opgezadeld. En we gaan nu naar de les toe. En Blondie
heb er zin in. Ja. Het is donderdagavond, dus dat is springavond. Zondag gaan we crossen, dus we doen vandaag wel even wat hindernissen in de bak zetten. Maar niet omdat ik veel en hoog wil springen en een parcours wil springen. Maar meer dat we een beetje technisch kunnen springen. Dus echt goed afstanden kunnen tellen. Goed voelen in welke galop we zitten. Dat we meer even technisch werken vandaag in plaats van dat we hoog doen springen. En dan rijden we weer een keer overheen en dan weer een keer doorheen. Zo, dat je er lekker mee... Nou, dat was beide. Dat was er niet door en er niet over. Goed, zo. Hou die neus recht en rijd die achterbenen naar voren. Hè? Goed zo. Wat ga je zo meteen doen? Je gaat in draf. Eigenlijk weer wat je net ook deed, als een soort van S van hand veranderen. Over het kruis. Jij gaat voelen in welke galop zij zit. Zit zij links, ga je bij A linksaf. Zit zij rechts, ga je bij A rechtsaf. En dan kan je kan gewoon... Ik ook niet per se. Je kan achter elkaar doorkomen. En ik wil dit heel graag 3 keer en dan even stappen. Jazeker, daar zijn de pionnen voor hem doorheen te gaan. En als je ietsje eerder recht wilt zijn, vind ik het ook helemaal top. Het is dat hij een wissel maakte. Maar ze zat in de linker galop. Oké, okay, nog een keer. Oké, Tess, ik sta zo meteen achter dit kruis. Als het goed is, als je over de sprong gaat, kijk jij in de spiegel. Zie je mij staan? Je doet het beste als je over mij heen rijdt. Als je mij ziet, ben je scheef. Dus kijk ook alleen maar in de spiegel. Net als met dressuur, dat je voelt wat je doet. Jij bent ook een mooie. Jij laat je pony gewoon de wissel springen. Neem je tijd. Balans op de bal van je voet. In welke galop zat ze? Oké, nog 1 keer dan. Al doe je met je ogen dicht landen, hè? Vind ik ook goed. Ja, maar dat je dus, of dat je nergens naar kijkt, maar dat je echt voelt in welke galop zit ik. Het is precies hetzelfde, alleen dan met een sprongetje extra. Dus kijk naar de A. Dus je ziet wel die sprongen, maar blijf naar die A rijden met je teugels en je kuiten. Goed voelen, hè? Oh, Tess, je bent heerlijk. Jij laat hem gewoon een wissel springen. Tess, ik heb een spreuk voor je voor vandaag. Wees niet zenuwachtig wanneer je gaat rijden. Er zijn namelijk maar 2 uitkomsten. Of je valt niet. Dat was het. Padam. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat we willen. Hè? Dat we weten waar de volgende hindernis staat. Of we dus links of rechts moeten landen na de sprong. Dus dat is hartstikke goed. En dat jij dus ook aan kan komen en in welke galop je ook zit. Dat je kan zeggen, nou, we landen of rechts of links. Goed, Tess. Lekker gereden. En dan nu nog eventjes lekker rollen. Een ding doen. Gaan we even opruimen. Dus even ruimte. Even lekker rollen, pony. En paard. Wat een rodeo pony dat. Oh, lekker. Nog lekkerder als het zonder deken mocht, maar we zijn weer heel lang bezig om schoon te krijgen, dus maar even zo. Ja, lekker hoor.